De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten moet volgens hen omhoog. Ellen van Broekhoven, raadslid van de gemeente Bergendal, is het met de vereniging eens. Ik vind zeker dat de vergoeding te laag is voor de kleinere gemeenten. Nou behoor ik tot een gemeente die de grootste is van de kleinere gemeenten. Er wordt onderscheid gemaakt in gemeenten tot 14.000 inwoners. Nou, die raadsleden krijgen een hele magere vergoeding. Dan heb je nog gemeenten tot 24.000 inwoners. Die krijgen wat meer, maar nog steeds heel mager. En bij ons is dat dan het hoogst van de kleine gemeenten, maar nog steeds aan de magere kant. Maar ik begrijp dat de Vereniging voor Raadsleden zich wil inspannen, dat met name die twee kleinste groepen hetzelfde betaald krijgen als dat wij krijgen in de gemeente Bergendal. Rob de Graaf is raadslid in de gemeente Heumen. Met 16.000 inwoners komt de Graaf dus in aanmerking voor de verhoging. Enerzijds doe ik het raadswerk natuurlijk niet om extra geld te verdienen. Ik doe het omdat ik het nuttig vind, leuk vind en een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Maar ja, als je echt kijkt naar de vergoeding die wij krijgen, is ongeveer voor mij zo'n 500 euro netto per maand. En je zet het af tegen het werk dat ik erin steek. Ja, dan kom je uit op een uurloon van, ik denk, zo'n 5 euro. Dat is heel weinig. We werken hier met allemaal hoogopgeleide. 5 euro per uur is natuurlijk heel weinig. Van Broekhoven ziet zelf in de gemeente Bergendal dat de kwaliteit van de raadsleden achteruit gaat. Het selecteren van raadsleden wordt met een kleine vergoeding namelijk lastiger. Je vraagt mensen die je kent, mensen die je goed vindt. En daar zit nou net een beetje de angel. Ik ken heel veel mensen met heel erg veel talent, ook voor de raadslidmaatschap. Maar juist die mensen hebben vaak een hele goede baan of een hele goede onderneming. En dat is het vaak met hele goede mensen. Die hebben vaak heel beperkt tijd. En dat is wel wat een raadslidmaatschap vergt, is echt veel tijd en inzet. In vergelijking met de verantwoordelijkheid die raadsleden hebben, mogen ze wat betreft Broekhoven echt wel wat meer verdienen. Als je dan kijkt naar wat kost nou een raad eigenlijk voor deze gemeente, daar heb ik ook even naar gekeken, dan is dat 0,3% van die 88 miljoen. En ik vind als jij volledig verantwoordelijk bent voor dat budget, voor de zorg aan kwetsbare ouderen en jeugdigen, dat je ook best wel goed beslagen ten eis moet komen als raad en dat we dus ook aan de raadsleden wat meer eisen mogen stellen. Maar dan hoort daar ook een betere bezoldiging bij.